Diederik Hinsz keert terug bij voetbalvereniging Kloetingen. De oefenmeester wordt met ingang van komend seizoen weer hoofdtrainer bij de zaterdag hoofdklasser. Dit seizoen zal Hinsz bij Kloetingen als interimtrainer afmaken. Vanaf 21 januari vervangt hij de dinsdag opgestapte Kees Houtenpen. Voor de trainer wordt het zijn derde periode bij de Beverlandse club. Vanaf 1 januari kunnen gemeenten vragen aan bijstandsgerechtigden om te werken voor een uitkering. Vindt u dat terecht? Ja, dat lijkt me logisch eigenlijk. Volstrekt logisch lijkt me dat. Ja, dat vind ik wel terecht, ja. En ja. Waarom? Nou, omdat ze voor het geld dat ze ontvangen best iets mogen doen. Ik heb 40 jaar maar rond gewerkt en al mijn keurig op tijd belasting betaald. En als die bijstandtrekkers die dus werk kan werken, vind ik wel dat hij kan werken gewoon en moet werken. Ik ken te veel mensen in de bijstand die gewoon heel veel moeite hebben met de situatie waarin ze verkeren. En ik ken ook een heleboel die echt nog niet zo ver zijn dat ze aan de slag kunnen. Mes snijdt aan twee kanten. Als je bezig bent, dan maak je geen geld op. Simpel. En dan nu, Zeeland in de media. In het Financiële Dagblad een artikel over een eventuele doorstart van Zalco. Volgens curator Benne van Leeuwen is de kans aanwezig dat door de doorstart een deel van de werkgelegenheid bij de failliete aluminiumsmelterij blijft. 8 partijen hebben tot nu toe een bod gedaan op de gehele fabriek of onderdelen daarvan. In het korte nieuws van het Financiële Dagblad en Trouw gaat het over de Hetwiegepolder. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Krivits heeft gisteren in het Vlaams parlement gezegd dat Nederland de Hetwiegen onder water moet zetten. In de Telegraaf en het Algemeen Dagblad gaat het over de verkoop van huizen en de dalende prijzen ervan. De afbeelding bij de tekst geeft aan dat de geschatte verkooptijd voor Zeeland tussen de 2 en 2,5 jaar ligt. In het Algemeen Dagblad eenzelfde afbeelding, maar dan met de daling van de huizenprijzen in onze provincie. De daling in Zeeland ligt tussen de 6,2 en 7,4%. Allereerst een heel gelukkig en gezond 2012. Dankjewel. En dan is het zover. Het projectteam voor de Sluiskieltunnel gaat verhuizen naar een keten op het bouwterrein van de tunnel. We zijn hier in april 2010 terechtgekomen. Corina Velleman coördineert het geheel. Vind je het jammer om te verhuizen? Ga je iets missen? Ja, we gaan dit wel missen. Het was een fijn kantoor om te werken. Wat was het belangrijkste moment in dit oude gebouw? Wat hier is gebeurd, dat er hier de gunning heeft plaatsgevonden. Dus dat er hier de aannemercombinatie bekend is geworden die het gaat bouwen. Ik denk dat dat wel een hoogtepunt is geweest in dit gebouw. Genoeg over het verleden. Zo'n verhuizing is nogal wat. Nee, het komt altijd goed. Oh ja, vertel er eens wat meer over. Nou, het verhuisbedrijf die regelt eigenlijk vanzelf, hè. Die komt kijken. Daarnaast in de Koeghorststraat is op dit moment een klusjesman bezig. Dan zijn er nog 3 mensen van ICT bezig. Komt altijd goed. Dan het nieuwe gebouw, dat is even wennen. Ik zoek mijn kamer. Even kijken. 0-0. Heb je hier ook al een hoogtepunt? De komst van de boor. Dat lijkt me toch gigantisch, die boor die gebouwd wordt en die dan aankomt. Die dan opgebouwd gaat worden hier en die dan ook echt gaat boren. Tot de volgende keer. Yes. En ook namens ons een prachtig 2012.